Waterpoloer van der Bielert uit Lelystad die speelt in Hongarije op hoog niveau. En dat betekent iedere dag trainen, veel uren maken en ervaring opdoen. Zeker. Ian, die is ons in de studio. Ian, goedemorgen. Goedemorgen. Is met je? Ja, goed. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Ja. Fijn dat je er bent. Um, ja, normaal gesproken, Peter zei het al, in, uh, in Hongarije. Maar nu even terug vanwege de kerstdagen opnieuw. Ja, hier natuurlijk om uh, kerst even te vieren, familie weer te zien. En mijn vriendin, die is nu ook mee. Die is voor de eerste keer meegekomen naar Nederland. Dus ook die eigenlijk een beetje aan de familie introduceren. Dus dat. Uh, ja, uh, leuk. Ja, het ja, is wel een beetje spannend. <laughs> ja, tuurlijk. Nou, <laughs> ik, ik denk dat zij er meer moeite mee had dan ik. <laughs> maar in principe, overal was het goed. Zij had, mijn, uh, mijn moeder, die was een keer in de zomer al naar Hongarije gekomen. Dus oh, je ja. had ze al een keer gezien. Ja. Mijn vader, ik ben ook uh, in Hongarije ben ik verhuisd. Uh, en mijn vader, die was dus naar Hongarije gekomen om mij daar te helpen met de verhuizing. Dus ook die heeft ze al gezien. Oh, dat gaat. En ja, alleen mijn zusje moest eigenlijk nog. Ja, in het echte kennis meemaken. Die heeft ze wel ook wel vaak via FaceTime en alles uh, ja. wel al gezien, zeg maar. En dan natuurlijk uh, de rest van de familie: Oom, Stantus, uh, Oma. Leuk, leuk. Want jullie zijn met de auto hier naartoe uh, gereden? Dat klopt. ja. Oké, okay. nou dat is wel eentje rijden, natuurlijk. Het is zeker eentje rijden, ja. <laughs> ja het, het, ze zeggen via de navigatie dat het natuurlijk 13 uur is. maar... Het is een lange rit, dus je gaat het niet rijden zonder pauzes te houden nee. en natuurlijk ook je rijdt door Duitsland heen en Duitsland uh, kan het ook zomaar zijn dat je in één keer allemaal extra vertraging op gaat lopen. Dat hebben wij gelukkig niet heel veel last van gehad. Alleen we hebben wel regelmatig stopgemaakt, dus wij zijn in totaal zijn wij 16 uur onderweg geweest volgens mij. Zo. Uiteraard. Maar er eentje, mee, ja. hey, En en wat ik me afvraag, Ian. Um, nou ja, de kerstdagen natuurlijk dus hier doorgebracht. Ja. Um, ja, nou ben je natuurlijk topsporter. Um, kun je dan met die kerstdagen wel een beetje losgaan? Qua gourmetten? of weet ik het allemaal? Toch vetter eten en wat meer dan normaal gesproken? Of heb je zoiets van, nee ook dan let ik er toch echt wel goed op? Nou, ik ben zelf, ik, ik qua eten wil ik eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd, niet echt heel erg opletten wat ik doe. Waarom? Omdat ik ook wel gewoon lekker mijn eigen ding wil doen, mijn leven wil leiden. Dus als ik wat lekker zou eten, dan wil ik wel wat lekkers eten. Sowieso. En, um, dat vind ik sowieso, dat verschil zie ik heel erg met Hongarije en Nederland. Mm -hmm. Dat in Hongarije het toch wat minder uitmaakt van wat je leefstijl is. Zolang je maar presteert in het water, dan is alles oké. Okay. En dat zie je wel wat minder in de topsportieren hier in Nederland. Daar wordt er een uh, bepaalde ja, houding van je verwacht. Um, ja, die anticipeert naar je sport. En, ja, in Hongarije, net wat ik zeg van ik heb uh, Hongaarse topspelers die ik uh, ken, die bij mij in het vorige team Nou, die zaten de hele dag uh, zaten die in de tuin zaten die een waterpijp te roken. Maar ze <laughs> zeiden ook van, uh, ja, weet je, uh, voor, ons voor ons is het altijd zo geweest van ja, weet je, wij mochten dat doen van ons coach, lang maar, maar passeerde in het veld. Dus okay. dat is toch dan wel weer dat verschillende houding, een beetje tussen Hongarije en uh, Nederland. En ja, vanuit daar dat ik ook iets heb van, ja, Um, maakt zeg maar niet uit echt wat je doet waar je op let. Zolang je presteert in het veld, dan vindt de coach toch alles oké. Okay. Ja, zit wel ja. wat in, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> <Niet zo fijn. laughs> Ik heb ooit een, een waterpolo die, die speelde op een redelijk niveau. Die vertelde dat hij een, een, een trucje had. Nou ja, eigenlijk. Een, die had hele lange teennagels. Oh, dat. Is dat <laughs> nog steeds Een. <laughs> <laughs> een. Ding? Dat... Wel wat minder, voor mijn gevoel. Maar. Uh... Ja, het, sowieso heb ik wel gemerkt dat ook daar wel een verschil, Want hier in Nederland werden de nagels de hele tijd gecontroleerd voor wedstrijden en alles. En dat ja. gebeurt ook in Hongarije wel een stuk minder. Maar uh, het is vaak ook wel een beetje eigenhouding, eigen, eigen sportiviteit natuurlijk. Van uh, ja, wat je daarmee doet, zeg maar. Ja, want uh, de, b, 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 i, i, dat is ook al lang geleden hoor. Maar dat de nagels worden gebruikt als een wapen, zeg maar. Ja, ja, ja. Een, ja zeker. Niemand zeker. Dat ziet daar. Ja. Ik heb ook een keer uh, iemand uh, die kende, die had een mooi trucje verteld. Die had dan um, met de vingernagels zeg maar die knipt ze zo af, maar die knipt er eentje iets schuin in, zodat je eigenlijk zo'n puntje had. Waarmee oh, ja. je dat ook heel uh... okay, naar kan doen. Ja. Lekker dan, ja. Dat is natuurlijk niet <laughs> heel sportief. Nee, nee, nee. Je, zegt, je zegt, het al. Uh, hey, Hier naartoe gereden. Uh, um, maar ja, dan kom je midden in een lockdown uh, terecht. Ja. Dat is natuurlijk wel balen. Dat uh, is zeker balen. Ja, wij hadden natuurlijk uh, best wel. Ja, plannen om hier eigenlijk binnen Nederland te gaan doen, dan even daarin, daarin, daarin. Uh, wat kijken Wouden we voor me ook een keer naar Duitsland naar uh, Kerstmarkt gaan? Ja, weet je, nu is alles dicht, dus kan je niks doen, dus ja, dat is zeker wel een teleurstelling. Maar ja, het is ook niet de voornamelijkste reden waarom wij natuurlijk hier zijn gekomen. Het is ook natuurlijk voor mij uh, om mijn vrienden weer te zien, om familie te zien en ook natuurlijk voor haar om kennis te maken met mijn familie. Dus ja, het is, dat is... de lockdown, is jammer, maar. Het houd, hield ons zeg maar niet tegen om niet te komen, want voor ons was het ook niet. Uh... De uh, meest belangrijke reden om hier allemaal dingen te gaan doen. Nee, dat is en dat dus komt dan nog wel een andere keer. Dat is waar. Ja. Je bent natuurlijk niet gekomen om naar de bioscoop mm -hmm. te gaan en te shoppen. Maar inderdaad hè, familie en vrienden weer te zien. Precies. Nou ja, dat kan gelukkig nog natuurlijk. Uh, zeg wat je sport betreft. Hè, heb je nu een langere periode vrij? Of uh, is het ja. meteen uh, begin januari weer uh, volop in de wedstrijden? Nou nee, 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 we hebben nu even sowieso inderdaad de winterrust. Dat uh, is ongeveer een weekje. Ja. En dan uh, zodra wij teruggaan. Dan uh, gaan eigenlijk de trainingen ook gelijk weer van, sport, uh, van start gaan we opbouwen, zeg maar, ook weer naar de wedstrijden toe. Volgens mij begin uh, februari, dan starten de wedstrijden ook weer. Oké, okay. en hoe ziet die opbouw qua trainingen eruit dan? Nou, dat uh, durf ik eerlijk gezegd niet oh. te zeggen. Uh, ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de trainen. Als ik kijk naar vorig jaar. Ik ben natuurlijk vorig jaar in precies die periode ben ik ingestroomd. En ja, toen zijn ze eigenlijk op een hele speelse manier weer gestart met waterpolo spelen. En uh, ja, aan de hand daarvan, zeg maar, steeds meer opbouwen naar uh, ja, het werkelijke spel. Zeg maar. Juist. Uh, als ik kijk, terugkijk naar het trainen van het afgelopen half jaar, dan denk ik wel dat mijn trainer er wat meer op uh, conditioneel in gaat gooien. Dus dat we wat meer uh, aan het begin wat vaker afstanden gaan zwemmen. En. Uh, Eigenlijk nog niet zo heel veel met de bal bezig gaan voor de eerste paar weken. Maar net wat ik zeg, want dat is afhankelijk van mijn uh, trainen. En ja. daar heb ik nog geen uitspraak over te doen. Omdat ik niet weet wat hij in zijn planning heeft staan. Nee, een beetje krachttraining waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, zeker, zeker. Juist. Nou, we waren de spelers van de Waterpolo Academie. Hè? De, de kweekvijver mm -hmm. voor Oranje. Die waren uh, eind vorige maand voor een uh, trainingskamp in Hongarije. Heb je daar nog wat van meegekregen? Dat klopt. Uh, ik had sowieso, ik zag al dat uh, ja, er zitten twee jongens in dat team die ik ken. Vrienden van vroeger. Oké. Okay. Um, hele goede vrienden. <laughs> en um, nou ja, uh, ik had een van hen, had ik even bericht gestuurd van. Uh, nou, komen jullie dan nog in Budapest? En hun hadden gezegd: van nou eigenlijk is het niet de planning. De planning is dus: ze gingen volgens mij naar uh, Zeghet, uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, nee, niet Zeghet, naar um, Sentes. Um, en ja, hun zouden dus eigenlijk niet naar Budapest komen, behalve voor de vlucht terug. Dus um, dat was volgens mij een avond, uh, twee dagen daarna of zo, kom ik op het zwembad aan. En ik zie in één keer heel dat team staan. Dus we hadden de, hadden ze hadden een uh, oefenwedstrijd met een andere team uit onze competitie uh, hadden ze geregeld. En ik zie die jongens staan. Dus ja, <laughs> dat was uh, natuurlijk voor mij ook een verrassing om uh, die jongens te zien. En ja, gewoon wel een leuk praatje yeah. gemaakt. En, uh, ja. Dus uh, ja, dat uh, had ik zelf ook niet helemaal verwacht. Nee, leuk. Maar, uh, Leuke verrassing. Ja, zeker. Ja. Ja. zeker. En, en merk je dan ook al uh, niveauverschil? Ja, en dat heb ik het ook gelijk met hun over gehad. Van, ja, weet je, je ziet gewoon dat er in Hongarije veel meer uren worden gemaakt, mm -hmm. trainingsuren. En dat daardoor de kwaliteit gewoon een stuk hoger ligt. En de club waren tegen speelden, en we zeggen ook van ja, weet je, uh, in, wij kwamen in principe nog wel redelijk mee maar je ziet gewoon doordat zij dus zoveel trainingsuren hebben gemaakt, zoveel ervaring hebben, hebben ze zoveel precisie dat ze gewoon precies weten wat ze moeten doen, zodra je echt in een millimeter verkeerde houding ligt. Zo. En uh, ja, daarin merk je wel gewoon echt een gigantisch verschil. En dat zou ik ook tegen hem uh, van. Uh, Sinds, sinds ik uh, in Hongarije kwam, dat ik al echt al merkte van het niveau van schieten ligt zoveel hoger. Ook in het schieten van waar ze schieten, zit zoveel meer precisie in gedachten achter. En ja, dat maakt uitdagend, maar ook wel heel erg leuk, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Um, hoe lang blijf je? Uh, ik blijf tot 3 januari. Dan uh, rijden wij terug uh, overdag naar Hongarije. En dan. Uh... Ja, mag ik ook weer volle bak aan trainen? Ja, lekker. Maar dat is ook wel weer fijn, dan toch? Mm -hmm, ja. Ja. Uh, ja, we moeten het misschien nog even over hebben. Uh, ja, liever niet. Maar ja, ach, we ontkomen er ook niet aan. De Corona, hoe gaat het daarmee in, uh, in Hongarije? Ja, natuurlijk. De Omicron variant die is ook uh, best wel opwaarts daar. Dus mm -hmm. uh, in Hongarije nemen ze nu ook weer extra maatregelen. In principe zijn die nog niet zoals in Nederland. We hebben daar uh, dat overal binnen openbare gebouwen moet je maskers op. Mm -hmm. Ook met openbaar vervoer En uh, ze zijn heel erg aan het uh, pushen om die uh, ja, Booster-vaccinatie te krijgen. Ja. Heb jij uh, die al gehad? Ik heb hem al gehad. Okay. Ik, heb, ik, ik had eerst Janssen en uh, toen had ik, na, ook omdat Oostenrijk ook wat strenger ging doen op de Booster, natuurlijk, heb ik uh, maand voordat ik ging, heb ik ook nog uh, Vijzen erbij laten doen. Dus uh, zodat in ieder geval we daar uh, geen probleem mee zouden krijgen. Dat uh, op het moment dat we Oostenrijk in gaan, dat het in één keer niet mag. Want dat zou natuurlijk ook nog een uh, treur zijn als we dan hier willen komen. En dat uh, ja. eigenlijk een van de landen waar je doorrijdt zegt van ja, je mag hier niet door. Nee, dat, dat zou uh, onhandig zijn. Nou, gelukkig dat je die al binnen hebt. Uh, Ian, uh, leuk dat je er was. Ja, uh, heel veel succes straks weer Top. met uh, de trainingen, de opbouw ervan en natuurlijk de wedstrijden.